achter mijn nieuw Marktplaatsschurken. Vandaag wordt Marktplaatsschurken eventjes aangepast, omdat ik geen tijd meer genoeg heb. Dan gaan we vandaag even kijken naar een fragment. Jullie weten natuurlijk wel, hè? Ik ben voortaan in de leeftijd nog niet meer, 19 jaar. Maar we gaan eens kijken naar een fragment. Bij Pim Fortuyn met Harry Mens. Kijk, Harry Mens en Pim Fortuyn zagen elkaar regelmatig. Konden het goed met elkaar vinden. Dit was echt iets wat 5 mei, een dag voor zijn dood, was hij nog bij Harry Mens. Ja, is echt, was een echt een topman. Die Pim. Als hij nog had geleefd, was hij waarschijnlijk premier geworden van het land. Dan hadden we hoogstwaarschijnlijk hier. Ruud de Wild was de laatste die hem had geïnterviewd. Joling Fortuyn. Oh ja, die was er 2 dagen eerder. Vlak voordat Fortuyn werd vermoord. Hier ook bij Ruud de Wild staat Peter de Vries. 100% dat wereldnieuws is. Dus als Ali B zou worden neergeschoten, dan ook wereldnieuws of zo. Ik denk van wel. Daarom vond ik het grappig dat pa zei dat Ali B die giraf was. Omdat ik daarvoor nog zei dat als Ali B zou worden neergeschoten, of dan ook wereldnieuws zou zijn. Kijk, als ik sta dan... Ik weet het echt niet, maar ik sta nog steeds achter... Ik sta nog steeds achter mijn uitspraak over Ali B. Over Gerard Joling. Want als die ook zo worden neergeschoten, is dan ook wereldnieuws. Bij Gerard Joling. Laten we nog eens teruggaan naar NEC AS Roma. Daar heb ik iets fouts gedaan. Iets heel erg... Hier! Staat mijn naam erbij! NEC AS Roma van vorige maand. Toen was ik een beetje hier. 1 maand geleden, 37 weergaan. Dus ze hebben hoogstwaarschijnlijk gehoord dat ik moest lachen om Ali B neergeschoten. Hallo kijkers, daar zijn we weer met... Oh my god. Kijk, bij deze minuut ging het een beetje flink mis. Ali B neergeschoten. Dat was. Ali B neergeschoten. Dat was niet de bedoeling om te gaan lachen. Kijk, maar ik kan echt niet lachen. Ik moet er niet om lachen, man. Dat is echt heel erg dom. Kijk, ook bij Elsa Gusen staat er. Dit is dus 100% wereldnieuws. Kijk, en daarom zei ik het ook over Ali B. Dat als bijvoorbeeld als naar Ali B zou worden neergeschoten, of er dan ook bij heel veel toxers en bij NS Ali B staan. Ik heb echt het idee alsof de moord op Fortuyn helemaal geen wereldnieuws was. Het is 100% wereldnieuws, daar ben ik van overtuigd. Stel als ze niet was doodgeschoten, was dan ook wereldnieuws geweest. Als Fortuyn nog had geleefd, was het absoluut geen wereldnieuws. Als Fortuyn nog had geleefd, was de overlijden van Peter de Vries geen wereldnieuws. Maar ik sta nog steeds achter die woorden dat ik zei dat als Ali B zou worden neergeschoten. Volgende keer.